En we gaan rijden. En dan is Sarah de hele poppenfamilie in Gorwat. Ik heb er 3 poppen. Goedemorgen! Oh, wat klinkt mijn stem erg als ik net wakker ben. Het is donderdag. En ik heb geen zin om mijn bed uit te gaan. Nooit niet, maar vandaag extra niet. Echt, ik weet niet. Ik wil er gewoon niet uit. Ik heb gewoon goed geslapen. Ik heb geen hoofdpijn meer. Maar, het liefst gewoon voor altijd in mijn bedje. Nee, daar hou ik ook niet vol. Maar, ik weet niet, ik vind de dagen zo saai. Ik denk dat het daar een beetje door komt. Op zich zijn ze niet saai, maar ze zijn gewoon saaier dan normaal. En je hebt gewoon minder contacten over de app. Maar ik app me helemaal suf, ik bel me helemaal suf met iedereen. Als dat allemaal even toelaat. Maar het is gewoon anders. We gaan vanmiddag wel even naar mijn moeder. Daar komt mijn opa. Dat is sowieso in ons groepje. En ze kunnen wel zeggen beperkt sociale contacten. Nou, die heb ik aardig beperkt. Maar ja, ik ga mijn opa ook niet laten vereenzamen door daar niet meer mee af te spreken. Dan is onzin. En trouwens, hij is toch al, weet ik veel, vaak in aanraking geweest met ons. Dus. Ik word ook gewoon echt niet goed wakker vandaag. Echt. En mijn ogen tranen er helemaal van. Ik word vaak als ik wakker word, dan mijn ogen heel erg tranen ervan. Ik ben gewoon verdrietig op mijn bed. Ja. Ik ga even verder moed verzamelen. Ik ben aangekleed. Ik heb weer deze vintage top aan. Mijn eigen vintage. Broek, mango en schoenen Vagabond. En ik ga even alles uitzetten. En dan gaan we via de supermarkt richting mijn moeder. En ik hoop dat het een beetje meewerkt. Want de ene keer ben je zo de supermarkt uit. En de andere keer ben je weet ik voor hoe lang bezig. Om er doorheen te komen door de drukte. Dus... we gaan het zien. Ik heb wel alle spullen al gepakt. Ze is haar aan doen. En dan gaan we. En we gaan rijden. En dan is Sarah de hele poppenfamilie in Gorwat. Ik heb er 3 poppen. Ja, die heeft ik heb Fleur, 3 baby's. Bel, Alexander. En ze zitten allemaal netjes in de gordel vast achterin. Maar nu Sarah nog. Oh, zit je? Kunnen we gaan rijden? Ja. Ja, eindelijk. Het is nog steeds 1 groot drama. Oké, we hebben 3 pakjes vlees. Nou, daar gaan we weer. We blijven afslaan. En als ik hem heel zachtjes laat lopen, wil hij doorlopen. Maar dan loopt hij in dit tempo. Sneller krijg je hem niet echt. Zo, het is weer avond. Dus ik ga eerst editen en dan snel een paar foto's nog inplakken. Maar ik heb weer hoofdpijn en weer in de avond. Ik heb net wel wat ingenomen. Maar het helpt nog niet zo heel erg. Dus ik ga nog even thee zetten. En dan doe ik heel veel rustig aankijken of dat gaat helpen. En dan gaan we zien. Maar die vlog editen wil ik sowieso even doen. En anders ga ik gewoon vroeg mijn bed in. Oh, het is weer lekker donker het beeld, terwijl het... Nou, ik ga het niet weer uitleggen. Ik ga een klein stukje inplakken. Mijn hoofdpijn is wel iets gezakt, al is het nog niet helemaal. Dus ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom voor vandaag. En het is handig als ik de laptop erbij heb. Want er zit overal erbij wat, wanneer, waarom, met wie. Noem maar op. Dus dat is wel handig als ik dat op kan zoeken ook.
Dus even kijken. Dit was 3 juni 2017. Ik ben wel aardig opgeschoten al. Dus ik zit te denken, als we daar misschien een hele lockdown gaan, dan kan ik niet eens nieuwe foto's bestellen. Dus dan zou het stoppen. En ik moet nog 1 of 2 keer bestellen. Dus ik ga dit nu even snel doen en dan kijken hoe ver ik kom. En dan denk ik wel zo lekker op tijd mijn bed in. In de hoop dat, dat ik gewoon morgen minder last heb. Ben ik verder niet ziek of zo. Het is gewoon iets waar ik wel vaker last van heb. En dat maakt het eigenlijk nog veel irritanter. Ik wil er gewoon geen last van hebben nu. Maar ja, weinig keus. Ik ben zowaar nog gewoon een eind gekomen. Ik heb bijna de helft van de stapel die ik nog had af. Jee. Dus daar ben ik wel blij om. Zo vul ik toch een beetje mijn soort van quarantainetijd. En nu heb ik thee gezet. Die ga ik nog even drinken. En als die op is, ga ik lekker naar bed. Wel voordeel. Sarah is meestal ook niet echt een hele vroege vogel. Als ze er vroeg uit is, dan gaat ze meestal gewoon zelf ontbijten. Lekker de muur. En dan zet ze daarna even de tv aan. En dan ben ik niet veel later er ook. Dus wat dat betreft probeer haar wel een beetje in het schoolritme te houden. Maar voor mezelf lukt dat echt totaal niet. Maar goed. Ik ga meteen denken. Oh, moe trouwens ervan. Maar ik heb wel echt veel gedaan. Dus... ik ben wel weer trots op mezelf. Het is een beetje herrie. Vaatwasser staat aan. Stofzuiger staat aan. Ik ben nu wel scherp. En ik ga lekker mijn bedje in. Dus wederom bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even hieronder. Duimpjes omhoog. Helemaal top. En dan zie ik je morgen. Doei doei.